Welkom bij de derde aflevering van NL Sport. Met vanavond speciale gast Pieter de Waard, voorzitter van Telstar. En Henny Rukert, zo langzamerhand wel bekend, voetbaltrainer bij de Koninklijke AFC en radiopresentator bij Radio Zandvoort. Pieter, journalist, neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk. Wielerjournalist. Ja, ook, onder andere. Ja. Pieter, er wordt wel eens gezegd dat Telstar een ploeterende ploeg is in de Jupiter League. Met de meest excentrieke voorzitter van Nederland. Die onder andere ook wel eens heeft gezegd dat de derde helft van Telstar eigenlijk het meest belangrijke is. Kun je er iets meer over vertellen waarom die derde helft zo ontzettend belangrijk is nadat er eerst twee goede helften zijn gespeeld? Nou ja, weet je, voetbal beleven bestaat uit verschillende componenten. Uiteraard het belangrijkste component is twee keer 45 minuten voetballen. Daarvan weet je nooit zeker dat je het erg succesvol vanaf brengt. Maar bij Telstar weten we wel dat de derde helft, die winnen we altijd. Dus daarom leggen we daar in gesprekken die we voeren met sponsoren, maar ook met supporters en andere belangstellenden, leggen we daar graag de nadruk op. Okay. De wedstrijd kan een teleurstelling zijn, maar de derde helft is dat nooit. Dus het is altijd een afrondend feest? Het is altijd een afrondend feest. Oké, okay, ja. Prima. Je gaat altijd als een blij mens de deur uit. Dat klinkt geweldig. Ja. Okay. In dat verband, Pieter, heb jij wel eens gezegd dat sinds 1963 Telstar langs de afgrond loopt? Ja, Telstar loopt langs de rand van de afgrond. Daar staan de mooiste bloemen. En af en toe mogen wij er eentje plukken. Kijk, in 1963, 17 juli om precies te zijn, is Telstar opgericht door VSV en Stormvogels. Ja. Dat gebeurde niet uit weelde, dat weten jullie wel. VSV en Stormvogels konden hun betaald voetbaltak niet zelfstandig overeind houden. En die werden door de gemeente Velsen en ook door Hooghovens ernstig gestimuleerd om te fuseren. En zo ontstond Telstar. En ja, het verhaal van de ouders is het verhaal van het kind. Telstar moet verschrikkelijk hard knokken om het hoofd overeind te houden. En dat doen ze al sinds 1963. Hmm. En dan zeggen wij inderdaad gekscherend langs de rand van de afgrond. Want het is bij tijd en wijle zeer spannend. 78 was het de laatste keer in de Eredivisie. Ja, 77-78 was het laatste seizoen in de Eerste Divisie. Dus komend seizoen, hè, dit is al ons 40ste seizoen in de Eerste Divisie. Ja. Maar komend seizoen is het 40ste aaneengesloten jaargang in de Eerste Divisie. Dus het is een jubileum om trots op te zijn. Dat is een mooie club. Ja, het is een fantastische club. Hè. Als je nagaat dat er 3263 voetbalverenigingen zijn in Nederland en wij spelen gemiddeld op de 30ste plaats, dan houden we er nog een hele hoop achter ons. 3233 volgens mij, om precies te zijn. Ja, en daar doe je het allemaal voor. En jullie doen er ook alles aan om Telstra extra bekend te maken, continu up-to-date te houden. Jullie hebben ook een heel actief Twitter-account, dat heel populair is in de Nederlandse voetbalwereld. Ja. Ja, we hebben ongeveer 12.000 volgers en voor een club als de onze is dat echt exceptioneel dat we zoveel volgers hebben. En behalve dat we daar serieuze berichtgeving op doen, ja, maken we daar ook heel veel lol op ten gevolge waarvan we zoveel volgers hebben. Het account wordt gemaakt door Dennis Blieker. Dat is een rolstoeler. Ja, Dennis is een rolstoeler. Hoe komt hij aan zijn informatie? Die krijgt hij van jou? Of nou ja, Dennis die rijdt bij ons rond. Hè. Het had beter geweest als hij rond kon lopen. Maar hij rijdt dan rond. Hij heeft toegang tot alles en iedereen. En het is een vent met enorm veel humor. En hij schuwt niet om dat met Nederland te delen. Ten gevolge waarvan we ook op die manier enorm veel belangstelling creëren. Ontzettend goed. Ja, dat is heel mooi. Pieter, hoeveel uur ben je als directeur Telstar of als voorzitter Telstar? Dat is eigenlijk een dubbelfunctie. Hoeveel uur ben je ermee bezig? Nou, je bent 50 tot 60 uur in de week ben je met de club bezig. Ik probeer altijd maximaal 3 avonden aan te houden. En het weekend is bij mij absoluut heilig. Dan ben ik bij de jongens op het voetbalveld, maar niet bij Telstar. Ja, zo'n Pelle speelt verdraaid goed. Ja, Pelle is een leuke voetballer, maar Vimmers, jongere broer, die speelt in onder 14-2. Die kan er ook nog wat van, niet zo goed als zijn oudere broer. Ik hoop niet dat hij kijkt. Maar, die zal vast wel kijken hoor. Pelle die is wel een slag beter dan Vimmers. Ik heb wel eens een gerucht gehoord. Dat jij, omdat je zoveel uren in de week werkt voor Telstar,
met je vrouw de afspraak hebt dat je maar 3 uitwedstrijden mee mag. Ja, over het hele seizoen, hè? Ja, ja. Ja, 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 dat klopt. En dat komt dan ook weer vanuit het, ja, het geval dat je al 3 avonden in de week bezig bent. En dan het volgen van uitwedstrijden, dat zal dan al snel de 4e worden. Nou, dan ben je bijna niet thuis en dat doet mijn gezin niet aan. Telstar werd periodekampioen. En daar was je niet bij, waar was je? Toen zat ik met mijn vrouw in bad in een riant hotel in België en volgde ik de wedstrijd via een deel via de telefoon en een deel via teletext. Ja, dus ja, ik was heel blij toen we naar bed gingen. Dat kan je me voorstellen. Nou, ook heerlijk in bad hebben gezeten, moet dat prima zijn. Een duidelijk typische voorzitter dus. Ja. Je hebt ook gekozen voor blauwe kunststofkorrels. Dat is ook heel apart. Nou, dat is wat we wilden doen. Wat we wilden, dat was blauw gras. Maar dat is, uiteindelijk is dat niet gelukt. Uit kostenoverwegingen. En we kregen 2 seizoenen geleden kregen we kunstgras. En daar hadden we blauwe korrels in willen hebben. In plaats van zwarte korrels. Maar die korrels die waren zo duur. Dan hebben we er gewoon zwarte neer. Dan laten ze zitten. Ja. Ik vind het ook heel frappant dat je je e-mail altijd ondertekent met Telstar 1963. Nee, geen Telstar, alleen 1963. Alleen 1963 zo. Ja, 1963 groeten of Telstar, de enige BVO met 20 letters. Ja. Ook daar proberen we een feest van te maken. Bij elke mail wordt er dus een feest gemaakt en iedereen wordt er duidelijk gemaakt dat dit meneer Pieter de Waard is. En dat we een bijzondere club hebben met z'n allen. Ik heb gelezen dat je wil zijn als Michael van Praag. Nou ja, wil zijn als Michael van Praag. Ik wil heel graag bondsvoorzitter worden van de KNVB. En dan ook minister? Nee. Laat mij maar eerst bondsvoorzitter worden van de KNVB. Daar kan ik al mijn energie in kwijt. Ja, want de ongelijkheid in het voetbal, die ergert je enorm. Ja, daar kan ik heel slecht tegen. Ik heb wel eens in een ander verband verteld dat in Nederland binnen het betaald voetbal weten we de kosten heel goed eerlijk te verdelen. Maar als het op inkomsten aankomt, dan weten we de boel oneerlijk te verdelen. En dat zijn dan verdeelsleutels die in heel Europa hun weerga niet kennen. Dus zeg maar de Ajax krijgt 10 miljoen en de onderste in de eredivisie die krijgt 1 miljoen. En de eerste in de Jupiler League die krijgt 500.000. En de laatste in de Jupiler League die krijgt 200.000 euro. Nou, dat is een verdeelsleutel. Die kent zijn weerga niet in Europa. Ten gevolge waarvan Ajax, PSV en Feyenoord tot in lengte der dagen om de prijzen blijven knokken. Want dat weten we ook allemaal, 92% van het sportief resultaat is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Ja, ja. Ja. Dus als je geld hebt, dan kan je kampioen worden. Maar hoe zou je het willen veranderen dan? Nou, het allermooiste zou zijn natuurlijk, hè, momenteel hebben we 34 BVO's in Nederland, om gewoon die 76 miljoen is het momenteel, door 34 te delen. Dan hebben we allemaal een kleine 2 miljoen. En dan hebben we op dat punt hebben we eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ja. En dan gaan Ajax, PSV en Feyenoord uiteraard nog steeds meer geld verdienen. Hè, want zijn we een groter merk dan bijvoorbeeld Telstar. Maar dan heb je in ieder geval gezorgd dat iedereen, hè, we leveren allemaal dezelfde prestatie. 2 keer 3 kwartier voetballen. En dan moeten we dan allemaal hetzelfde bedrag voor krijgen. En daar vechten we al sinds een jaar of 3, 4 voor. En naar Telstar wordt slecht geluisterd, want het is nog steeds zo beroerd als het altijd is geweest. Maar moet je er voorzitter voor worden om het te veranderen? Of denk je dat er ook meerdere clubs mee te krijgen zijn om het te veranderen? Nou, weet je, de groep van aanhangers voor dit idee neemt toe. Hè, want iedereen gaat zich steeds meer realiseren dat geld een belangrijke rol speelt voor sportief resultaat. En dat we het in Nederland niet eerlijk verdelen. En frappant is natuurlijk ook in dit geval dat PSV, Ajax en Feyenoord, die staan bij UEFA te janken, dat de Champions League het zo eerlijk verdeelt richting de Europa League. Mm-hmm. En dat is een verdeelsleutel die vele malen vriendelijker is dan wat ze hier in Nederland de rest van het betaald voetbal opleggen. En daar heb je een verhouding van 1:3.
En wat ik je net vertelde, in Nederland is het een verhouding van 1 staat tot 10. Nou, dat is asociaal. Ja, dat is... Pieter, iets wat mij ook irriteert in het kader van die ongelijkheid in de voetbalwereld, is het transferbeleid wat in de winterstop plaatsvindt. Waardoor je dus, mijn zin is, een behoorlijke competitievervalsing krijgt. Wat is daar jouw mening over? Nou ja, weet je, dat is een gegeven. Hè? Dat, zolang ik bij Telstar zit, ik ben inmiddels met mijn 11e seizoen bezig, is dat een gegeven. Dat is zoals het is. Wij doen vrij weinig in de winterperiode. Je ziet wel Jupiler League clubs, maar ook zeker in de Eredivisie, die wel een half elftal opnieuw gaan inrichten. Wij hebben daar de financiële middelen niet voor. Okay. Dus dan zou je zeggen van dat is oneerlijk. Ja, dat kan je erin zien, maar zo kijk ik er niet tegenaan. Dus wat mij betreft kan dat in stand blijven. Maar het feit dat Lili Patti van jullie club naar een andere gaat, vind je dus niet eens zo erg? Dat is natuurlijk heel jammer dat Stefano Lili Patti in de winterstop naar Cambuur is gegaan. Want het was bij ons een van de sterkhouders. Op het moment dat hij wegging was hij zelfs topscorer met 6 doelpunten. Ja. Het is zoals het is. Weet jij waarom hij voor Cambuur gekozen heeft en niet voor Indonesië, waar hij meervoudig miljonair had kunnen worden? Nou, wat hij heel graag wil is nog een aantal seizoenen in Nederland spelen. Hij heeft een jong gezin, dus dat is een van zijn belangrijkste motivaties. En ik sluit niet uit dat hij op een gegeven moment nog wel naar het Verre Oosten gaat. Ja. Oeh, wauw. De KNVB is bezig met plannen voor het op de schop gooien van de hele Eredivisie met de 16 clubs. Hoe denken jullie daarover bij Telstra? Nou, de herinrichting van de Eredivisie, maar ook van de eerste divisie, staat inderdaad op de agenda voor de komende voorjaars. Juni. Bijeenkomst van de KNVB. Betreft dan het betaald voetbal. Er gaan inderdaad verhalen dat de Eredivisie naar 16 clubs gaan. Ja, de details die zullen snel duidelijk worden, hè, want het staat op de agenda voor begin mei, meen ik. Dus in mei moet er een keuze gemaakt worden. Als je de pers volgt, zijn ze er in de Eredivisie verdeeld. En in de eerste divisie zijn ze natuurlijk ook weer voor een deel afhankelijk van hetgeen in de Eredivisie wordt afgesproken. Want als er 16 clubs gaan spelen in de Eredivisie, dan blijven er 2 over. En die zouden dan naar de eerste divisie moeten degraderen. Dus in die zin speelt de eerste divisie ook een rol. Maar sterk afhankelijk van hoe de hazen in de Eredivisie gaan lopen. Ja. Okay. Gaat natuurlijk ook doorspelen naar de tweede divisie en de derde divisie. Ja. Hè? Je krijgt een verzwaardere degradatie. Ja. En dan de instroom van jonge teams. Hè? Ja. Die vreselijke valsheid in het hele voetbal, vind ik dat. Maar nu heb ik in de tweede divisie gekeken. Daar heb je dan Jong Vitesse nog. Die staat bijna onderaan. Die zit bij ons. Ja, die zit gisteren in de tweede divisie bij de Koninklijke. Ja. En dan heb je in de derde divisie speelt het jong elftal, die spelen ook allemaal onderin. Dus ik denk dat die doorstroming, dat nog wel meevalt. Nou, er komen er 6 bij, hè? Komen er 6 bij? Ja, Feyenoord gaat meedoen. Nou ja, in ieder geval, er zijn 6 teams die zich hebben aangemeld. Ja, oké. Okay. Maar die hebben zich aangemeld, dat betekent nog niet dat ze mee gaan doen. Ja, daar moeten de amateurs ook iets van zeggen. Ja, ja. Dat is niet alleen een zaak van Maar het is wel vals, hè? Want bijvoorbeeld, we speelden tegen AZ uit met HFC. En toen deed die Tankovic mee en die Muren deed mee. Die maakte ook alle 2 goals. Ja. Maar Tankovic 3 miljoen. Dat is geloof ik 10 keer de begroting van HFC. Nou, een beetje overdreven, maar dat kan toch niet, joh. Nee, dat kan niet. Hè. Dus de regelgeving waar het al dan niet mogen opstellen van selectiespelers. Hè, die regelgeving, daar moet gewoon heel goed naar gekeken worden. Want dat is inderdaad een giller. Ja. Het zou zo moeten zijn dat die jong elftallen ook gewoon tijdens de zomerstop aangeven. We gaan het met deze 21 mannen doen. Ja. En daar zijn dan leeftijdsrestricties voor nodig. Ja. En dan kunnen ze vervolgens 6 maanden met een selectie van 21 mannen voetballen. En dan kunnen ze in de winterstop ook weer wijzigingen aanbrengen, zoals elke betaald voetbalorganisatie. En dat zou veel beter zijn dan dat ze kunnen nu uit een pool. Ik geloof dat Ajax door elkaar 50 spelers in jong inzet per seizoen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een giller. Ja.
Want een gemiddelde Jupiler League club die heeft 21 spelers tot zijn beschikking. Ja. En het is natuurlijk raar dat een jong elftal dan dik 50 spelers in kan zetten. Zo. Je moet toch maar voorzitter worden. Ja. Pieter, ik vond het hartstikke leuk zo even met je te praten. Wat mij betreft gaan we nog een paar uur door. Maar ik denk dat gezien de tijd we er toch een eind aan moeten breien. Ja, dus, geen probleem. Hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan, en graag tot de volgende keer. Danny, dankjewel. Oké. Okay. Ja, bedankt. Dit was dan weer het einde van NL Magazine, NL Sport. Neem me niet kwalijk, het lijkt er allemaal veel op elkaar. Graag tot de volgende keer met nieuwe avonturen. Hartelijk dank en tot ziens.